Een kaart van de stad Steenwijk uit 1657. In het centrum staat al voor 1477 de kleine kerk. Via de Waagstraat met uitzicht op het economisch centrum, de Markt. We kijken vanuit de Waagstraat naar de mooiste kant van het monument en gaan via de westgevel naar binnen. Kijk voor je doorloopt even omhoog naar het anker. Achter de voordeur komen we via het atrium in het schip van de kerk. We kijken naar het oosten in het koor. Achter ons gebeeldhouwde toegangsdeuren met eikenbladmotieven. Via deze gietijzeren spiltrap gaan we naar het orgel. Vroeger zat hier een hekje dat nu de piscine in het koor afsluit.
en een roos met het gedraaide knoop midden boven de stoel. Renaissance details van een kast uit 1607 vinden we terug in de preekstoel van Geert Jansen ten Polle uit 1654.
stad Steenwijk met nauwkeurige beschrijving van de opstelling van schansen en legers, van vriend en vijand. Het beleg duurde van 18 oktober 1580 tot 23 februari 1581, de dag waarop Johan van den Korput de stad bevrijdde. Ruim 10 jaar later, tweede beleg van Steenwijk. Burgemeester Voetelink legt in de Martinikerk in Groningen een krans op het graf van Johan van den Korput. Met zijn tegenstander graaf van Lennenberg ligt hij hier begraven.
met een zetfout van de klokkengieter. Nu is de klok van Geert van Wouw aan de beurt. Of deze klok al vanaf 1501 in de geveltoren hangt, is nog een vraag. Toen de gasthuiskerk bij de Onnapoort eind 16e eeuw in vlammen opging, kan overgebleven klok naar deze toren zijn verhuisd in de loop van de 17e eeuw. We klimmen nog even naar boven om het beeldhouwwerk om de geveltoren te bekijken. Vanaf de Sint-Clemens-toren zie je de kleine kerk zo. Nu weten we tenminste wat er boven allemaal te zien is. We nemen nog even een kijkje bij de gevel aan de zuidkant. We gaan nu Steenwijk in om daar iets meer te bekijken.
Een jaar later, wethouder van onderwijs en cultuur André van der Nadoort en burgemeester Hajo Apotheker openen het gerenoveerde sluisproject op 3 april 2009. Het zilveren kruis is uit het wapen van het voormalige land van Vollenhoven. De kleuren symboliseren de waterrijke en landelijke gemeenten. Het anker is ontleend aan het historisch wapen van Steenwijk en in het hart van het schild geplaatst. Het staat symbool voor Sint Clemens. Voor scheepvaart en visserij in het verleden en de watersport in het heden. Met een kanonschot wordt het monument onthuld. De kunstenaar is getuige van de onthulling van zijn kunstwerk. En hij geeft een persoonlijke toelichting op zijn kunstwerk. Maurits kwam in mei 1592 aan met zijn leger van 4000 manschappen en 1500 ruiters. Ook had hij de beschikking over 50 kanonnen. De echte beschieting begon op 13 juni 1592. Thank you.
Kijk vanaf de markt nog even de Waagstraat in, om het sieraad van de stad in je geheugen te prenten.